Dinsdagochtend werd op verschillende basisscholen het project Scoor een boek afgetrapt. Het project dat Bibliotheek Gelderland-Zuid samen met NIC in onze regio uitvoert, heeft als doel om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Verschillende spelers van NIC gingen vanochtend naar basisscholen in de regio om daarvoor te lezen. Zo ook Ibrahim Sissoko, die terugkeerde naar zijn oude basisschool Het Kleurrijk in het Nijmeegse Willemskwartier, om het project letterlijk af te trappen. Ja, dat was echt leuk. Ja, ik ben blij om terug te zijn. Oude bekenden te zien. Ja, het geeft een glimlach op mijn gezicht. Wat houdt het project eigenlijk in? Met Scoor een Boek gaan we de klasse in. En we zien dus dat leesplezier afneemt. En we proberen heel erg via het voetbal, waar kinderen, jongens en meisjes gewoon hartstikke enthousiast van worden. En dat proberen we te koppelen aan lezen. En op die manier proberen we de kinderen weer lekker leeskilometers te maken. En dat ze ook tot de ontdekking komen dat er voor iedereen een boek is. En heel veel kinderen hebben hun eigen boek nog niet, of hun eigen boekensmaak nog niet kunnen ontwikkelen. En daar proberen we dit voor in te zetten. Ibrahim Sissoko is voor veel leerlingen van zijn oude basisschool een rolmodel. En dat neemt hij ook zeker serieus. Ja, jawel. Ik ga ook soms naar buiten gewoon hier. En dan zie ik een paar van die kinderen ook. Stellen ze me ook sommige vragen. Dus ik ben me daar wel van bewust. Het project Scoor een Boek loopt al een aantal jaar en de bibliotheek ziet dat het werkt bij de jeugd. Met het project Scoor een Boek zijn we natuurlijk ook een druppel op een hete plaat. Maar we proberen wel effect te sorteren. In ieder geval aan de inschrijvingen zien we dat er bijvoorbeeld al 200 kinderen meer dan vorig jaar zijn ingeschreven. Natuurlijk vroegen kinderen zich ook af welke boeken Sissoko nou zelf graag leest. Ja, ik lees voetbalboeken. Ik ben nu bezig met het boek van Memphis Depay. Dat vind ik heel interessant. Zorgen dat kinderen beter kunnen lezen is heel belangrijk. Ook voor de verdere schoolcarrière. En heel belangrijk is dan ook om nog te zeggen dat lezen een voorwaarde voor onderwijs is. Dus als je niet goed kan lezen, dan gaat het op andere vakken ook mis. Dus dat zie je dan ook in onderzoeken wel. Dat kinderen die minder goed kunnen lezen ook minder ver in het onderwijs komen. Tijden zijn wel veranderd sinds kleine Sissoko op de basisschool zat. Maar lezen was altijd belangrijk voor hem. Vroeger was het niet echt zo met die telefoon, PlayStation, dit, dat. Dus ja, lezen, ik vond lezen wel leuk altijd. Het maakte me wel rustig, kalmeerde mij. Dus lezen betekende veel voor mij eigenlijk.